Taco van der Hoorn, toen wij de samenstelling van die leidersgroep zagen vandaag, dan wisten we dat het heel moeilijk zou worden om jullie terug te pakken. Was dat ook het idee dat je zelf had? Ja, had ik ook wel, ja. Was meteen, we gereden meteen van de start af weg. Toen ik 8 man zag, toen dacht ik al, dat is wel goed. En ook wel veel mannen die hard kunnen rijden op de vlakken. Vooral ook op de vlakken, dat een beetje goede samenstelling was. Dus ik dacht ook al wel van... Maar ik wist ook wel dat ze dat in het peloton ook dachten. Dus ik denk, ze gaan ons niet onderschatten. Ja. Toch kregen jullie op een gegeven moment bijna 4 minuten, denk ik. Nou, we hebben ze niet gekregen. We hebben er gewoon voor gereden, hoor. Dus, we moesten echt wel hard rijden om die 3,5-4 minuten te krijgen. Toen hebben we iets geconsolideerd. Toen werd het iets kleiner. En toen eigenlijk richting de laatste klim zijn we weer vol gaan rijden. En we wisten eigenlijk dat het wel heel erg terug zou lopen op die laatste klim. Maar dat was niet zo erg. Als we maar bij elkaar bleven tot het laatste stuk, dat we op het vlakke weer nog wat over hadden. En dat hadden we nog wel, maar ja, ik denk dat ze aardig gereden hebben in het peloton. En als er steeds weer nieuwe verse mannen komen, dan wordt het toch lastig op de brede wegen. Dan is het toch lastig, maar ja. Nou, we hebben goed geprobeerd. Ja, het waren ook bijna allemaal Belgische en Nederlandse jongens voorin en dan Froome er ook nog bij. Maakt dat dan de communicatie iets gemakkelijker? Nee, dat maakt niet zo uit. Op zich, iedereen snapt wel wat we moeten doen. Dus op zich hebben we meteen wel een goed plan gemaakt wanneer we gingen, hoe we het gingen aanpakken. Alles zat goed op een lijn. Dus op zich ging dat goed. Iedereen heeft wel, nou, op het einde gaat toch mensen soms iets verzaken. Maar dan weet je niet of het gewoon slechte benen zijn of dat ze toch iets gaan gokken. Maar ja, dat is altijd, dat hoort er een beetje bij. Hoe lang ben jij erin blijven geloven? Want je weet ook intussen door al je ervaring, als je in zo'n situatie komt, ben jij wel heel vaak degene die het kan afwerken dan, hè? Ja, dat gaat wel vaak goed, ja. Ik ben niet de snelste, maar toch gaat het vaak goed. En nu had ik ook wel idee, maar ik wist altijd dat er een paar sneller, mijn Dries en zo, ik weet dat dan wel de snellere mannen dan ik bij zitten. Maar ik voelde me nog wel oké, dus ik had wel het gevoel dat ik het kon afmaken. En op zich, toen ik op een kilometer gas gaf, toen kon ik ook wel wegrijden nog. Toen kreeg die man van Quickstep mee. Dus dat zat op zich, het zag er goed uit. Alleen toen op 300 meter kwam toch het peloton er nog langs. Hè? Ja. Grote teleurstelling dan nu? Of heb je nog altijd zoiets van, ik zit terug op de fiets, ik ben nog altijd goed bezig en ik ben terug renner? Dit is het altijd. Je moet het gewoon 10 keer proberen. En dan 1 of 2 keer lukt het. En heel vaak lukt het niet. En dan gaan we het de volgende keer weer proberen. Dankjewel, Taco.